cowboys in de natuur. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag pasta maken. Daarvoor hebben wij nodig een pasta saus, olijfolie en natuurlijk de pasta en heel lief een klompje gehakt. Heb jij naast teken? Cowboy nummer 2. Ja, niet te vet hier, want in Amerika eten ze zo ranzig vet. Het komt namelijk gemiddeld bij een benzinestation stop 3 tot 4 hamburgertenten tegen. Of een Wendy's, of een Denny's, of een Burger King, of een McDonald's, of een Whataburger. Ja, die heb je ook nog. Je wil hier gewoon gezond kunnen eten af en toe. Dat is gewoon een must. En hij zat heel goed voor jezelf. Precies. Srenders snijden u de paprika in 2 helften. Hij zorgt dat de stukjes uiteraard fijn zijn. We hebben trouwens uitsluitend ingrediënten genomen die organisch zijn. Het was wel iets duurder, maar het is voor een goed milieu. En een goed milieu begint natuurlijk bij jezelf. Zoals je ziet hebben we even moeten reorganiseren. Want koken in de natuur brengt soms nog wat moeilijkheden met zich mee. Zo heb je natuurlijk onder andere last van wind. Maar na lange tijd op jezelf zijn in de natuur, word je steeds creatiever in het bedenken van bepaalde oplossingen. Zo hier onze oplossing. We pakken gewoon een slaapzak, een stukje natuur, hout en we maken onze eigen schutting. Vervolgens doen wij, dus juist zeer fijn gesneden. Paprika. Worden gehakt om het lekker mee te braden. Koken in de natuur zorgt ervoor dat je geen afzuigkap nodig hebt. Alleen, je hebt wel wat meer geduld nodig. De pasta kookt inmiddels, dus het is tijd om onze organische pasta bij het gerecht te voegen. Lekker! Lekker! De vraag is altijd hoe je het laatste beetje van over de randen heen gekomen weghaalt. Doe je dat met je onhygiënische vinger of met je tong of pak je een stukje wc-papier? Ik kies er persoonlijk voor om mijn vinger te gebruiken. En het gevolg is om mijn vinger af te nemen. Lekker! Nou, we zijn inmiddels op het punt aangekomen dat onze pasta saus lekker loopt te sudderen en onze pasta ja, eigenlijk is klaargekookt. Dus we kunnen het vuurtje uitdoen en even de pasta afgieten. Het voelt een beetje hetzelfde als je met u staat te vissen, je hebt een korte broek aan, allemaal warme spetters op je poten. We hebben buren. Ja, want we blijven natuurlijk wel toerist. We gaan lekker met de menigte mee. Het bordje is gereed. Ik wens jou een hele smakelijke maaltijd. Proost. Dit was Koken met Cowboys in de natuur. Dag. Dag. Dit is gewoon eindelijk. Als je in Nederland bent, als je thuis bent en je eet het, dan is het normaal. Eet het, is het gewoon voedsel. Maar hier is het delicatessen. Zo lekker. Heerlijk om gezond te eten. Je gaat het gezond eten ga je ineens waarderen. Vetarm, lekker in olijfolie gebakken. En energie. Zo smaakvol, weet je. En er zit niet eens al die hamburgertenten. Liever dit? Mexicaan. Als een patatje oorlog. Ja.